Ik was best wel trots op hoe ik het ontworpen heb. En in de klas zagen de kinderen dat en dacht ik, dat is toch raar. Alsnog is hij echt super kort. En ik had de Ruben nog geëffd. Ik denk, hij kan het brengen. Maar ik dacht, nee, dat is gewoon raar, weet je. Dit is mijn kaartje. En het is echt toevallig dat ik dus dit heb aangetrokken, want ik match. Volgens mij werkt het wat ik doe. Calorieën tellen en het onderwerp ook nog gesport. Iets te veel hooi heb ik voor me genomen, gewoon gisteren. Ik heb het nu dus wel, zoals ik het altijd had, helemaal omhoog. Dit smaakt eigenlijk gewoon naar sushi. En liever lang dan heel breed. Want ik wil met mijn hand kunnen vasthouden. Keukenrollen maken mij dus echt heel gelukkig. Hallo jongens, welkom bij een nieuwe weekvlog. Oh, ik heb net even mijn haar zo omhoog gedaan. Het is 3 uur, ik heb net pauze gehouden. De hele dag zit erop, het is CITO-week. Ik vind dat altijd wel lekker. Alleen nu moet ik alles gaan nakijken. En dat is echt niet lekker. Ik had zeker de bezorger gemist voor mijn vogelpakket. Hij was zo zwaar, dus ik heb een deel in de auto gelaten. Kijk eens wat ik heb, Bol. Deze? Deze? Voor jou? Voor. En. Bollo. Deze. Mooi het haar hier. Deze Bolly, voor wie is deze dan? Voor wie is deze? Is deze voor Bolly? Tegen kinderen praat ik normaal, maar tegen dieren niet. Hij is ook zo lief. Ik weet niet of jullie dit. Ik heb er even Elisabeth Arden omgesmeerd, want het helpt tegen die uitslag. Of jullie dat dus van mij weten. Weet jullie, ik ga het gewoon vragen en dan ga ik het. Ga ik het in de volgende video beantwoorden. Als ik de reacties heb gehad. Wat zijn de 2 dingen die ik zeg maar het minst liefst graag doe? Zeg maar dus dat alles voorrang heeft op mijn to-do-listje op die 2 dingen. Er zijn 2 dingen waar ik zeg maar echt een hekel aan heb. Die dus wel moeten gebeuren. Maar die ik echt tot het allerlaatst uitstel. Dat ik zelf zeg maar stomme dingen nog liever doe dan dit. Dingen die echt stommer zijn. Ik weet niet of jullie het weten. Oh, ik heb net stof gezogen. Dat doe ik nooit. Dus ik ben trots. Hint. Ik moet wel echt steeds elke dag mijn huis opruimen, omdat ik het 's ochtends gewoon in stress achterlaat. En dan kom ik thuis en denk ik, oh ja, vanochtend had ik het niet netjes achtergelaten. Zo, nu is het iets van 5:30. En nu ga ik gymmen. Zo, jongens, het is nog vroeg en ik ben thuis, want ik ga mijn CITO's thuis nakijken. In mijn klas word ik zo koud en moe. En dan heb ik gewoon even een andere omgeving nodig. Dus waarom niet? Dus Ruben had de auto geleend. Dus die bracht hem net terug. En toen zag ik hem nog even. En hij heeft het lief. En een pakket voor me opgehaald. Ik heb hier een pakket van Chiquelle. Die was bij hem afgeleverd. Die heeft hij voor me in de auto gelegd. Ik had per ongeluk een pakket van Zalando. Ja, sorry. Ik moest echt weer wat dingen hebben. Ik bestel echt niet zoveel meer dit soort dingen. Maar ik moest echt hebben. Die lag, had ik per ongeluk naar Ruben nog laten sturen. Dan heb ik hier een heel leuke meid die een bedrijfje heeft. Wat ik zo even aan jullie laat zien. Dan heb ik hier nog retourtjes die nog naar Rub zijn gestuurd. Ik dacht er 2 retourtjes waren. Oh, dat is dit. En dan heb ik me. Die heeft Ruben weer opgehaald. Want die moet naar de Albert Heijn. En daarnaast was het al bezorgd. Van weer. Het ene is van PostNL, het andere is DHL, het andere is DPD, het andere is GLS, het andere is UPS. En mijn pakket van ASOS, want ja, ik moet gewoon echt wat nieuwe kleren hebben en ik heb het gewoon nodig. Die heb ik dus nog niet gemist. Dus omdat ik nu vroeg thuis ben voor de CITO's, kan ik dus dat nu gaan nakijken. Nee, kan ik dat nu gaan aannemen. Dat komt weer met GLS en anders brengen ze dat helemaal naar Meidenberg. En dit heeft Rubens net voor me opgehaald. En dit zijn eindelijk mijn 2e helft van de giftcards. En de stickers, waar ik dus heel benieuwd naar ben. Dus die ga ik nu bekijken. En dan ga ik straks nog even naar de Primera lopen. Want vanaf 3 uur zou daar mijn Body & Fit pakketje die ik gisteren heb besteld worden wel bezorgd. Want ik heb er even een paar repen besteld. En dat vind ik best wel... Linda doet dat ook. En soms eventjes, als je trek hebt, dan is het maar 150 calorieën. Dus dat is wel goed in ons dieet. Maar het is nu al 4 uur, maar het ligt er nog niet. Dus dan loop ik daar zo even heen. Ik dacht, dat is prima. En ik dacht, als ik nu ga kijken of het daar ligt, dan mis ik misschien weer de bezorger van ASOS. Het account van dit meisje, of deze vrouw, ik weet het eigenlijk niet. Zal ik even in mijn beschrijving zetten. Maar dit is zo leuk. Zij vroeg me of ik een ja, zelfgemaakte, of niet de plank is niet zelfgemaakt, maar zelf gedecoreerde plank wilde hebben. En dan kun je gewoon wat je wil, dan kun je erop laten branden. En je kunt ook nog laten verven. En ik wilde alleen branden. Kijk hoe gaaf. Ik hoef het niet eens naar te sturen. Ze heeft dit gewoon van mijn website afgehaald. Ook, ik vind hem zo leuk als maatje. Ze zei van, wil je hem om te kunnen gebruiken? Want dan brand ik het. Of wil je hem alleen om op te hangen? Dan kan ik hem ook verven. Ik wil hem alleen om op te hangen.
dacht ik. Maar, want ik vond het met verf denk ik minder chic of zo. Want hij is er ook een leuk touwtje aan gehangen, zeg. Ze zei ook van, ik kan je in je keuken hangen. Maar kijk, ik kan hier echt zoveel leuke plekjes voor vinden om dit in de keuken te hangen. Maar ik vind het misschien ook wel heel erg leuk om dit boven te hangen. Ik moet even kijken. Maar kijk hoe mooi ze dat gedaan heeft. Super leuk. Ik vind het ook echt een leuk maatje, omdat hij niet te groot is. Dit vind ik echt heel erg leuk. En ik krijg best wel vaak vragen van kleine bedrijfjes en mensen of ik het wil promoten. En dat is natuurlijk best wel lastig. Omdat, hey, is dat een bezorger? Nee. Om dat allemaal te doen. Dus ik moet helaas wel vaak nee zeggen. Ook bijvoorbeeld tegen meiden die vragen voor schoolprojecten en interviews en zo. Dat krijg ik echt dagelijks meerdere vragen naar. Dat red ik gewoon niet qua tijd. Maar dit vond ik zo leuk. En dit vond ik ook even wat anders, weet je? Echt wel uniek. En ik had zo'n vraag nooit eerder gekregen. Dus dat vond ik gewoon heel erg leuk. Ik weet niet wat er prijzen zijn en zo. Maar de Instagram staat dus in de beschrijving. Want ik vind dat ze echt het heel leuk doet. Hele mooie dingen maakt. En echt alles kun je dus door laten maken. Dus dat is echt super leuk. Ruben zei dat hij me haar wel vond meevallen, gelukkig. Dat hij het eigenlijk wel gewoon goed vond, zei hij trouwens. Wat ik heb besteld bij mijn Vistaprint dinges. Echt heel lang duur gehad trouwens. En ik had nog wel voor 6 euro verzending betaald dat het er vrij snel was. Maar alsnog vind ik het vrij lang duren. Mijn giftcards zijn dus een beetje dom. Veel kleiner dan ik eigenlijk wilde. Ik heb niet zo goed naar de afmetingen gekeken. Ik heb gewoon visitekaartje formaat gedaan. Maar ik realiseerde me niet dat het zo klein was. Maar ik vind ze alsnog wel heel cute. En het is ook geen irritante grootte nu of zo, weet je. Oh, ik dacht even, wat is dit nou? Kijk. Ik weet niet of ik ze al laat zien. Het zijn dus... Je ziet alleen daardoor nu niet heel goed dat het sterretjes en zo zijn. Maar ja, ik ga niet opnieuw laten drukken, want dat is wel echt zonde van het geld. En hij is wel echt heel cute. En dan krijg je het in een leopard zakje. Het is nog niet besteld hoor, maar ik vond het gewoon echt super leuk. Ook weer op mijn webshop net weer even wat anders te maken dan anderen. Om giftcards te doen. En we hebben natuurlijk sowieso een cadeauservice en heel veel sieradenkaartjes en zo. Dus dan... Ik vind het gewoon leuk om echt zo'n winkeltje een beetje ervan te maken. Maar dan online. Kijk! Ik ben zo benieuwd naar die andere stickers. Die zijn dus echt veel duurder omdat ze dus groter zijn. Dat is heel dom, maar eigenlijk had ik ze ook wel klein gewild. Maar op een gegeven moment had ik eindelijk mijn ontwerp af. En als ik dan het formaat groter wilde maken, moest ik alles weer opnieuw doen. Toen dacht ik, weet je, laat maar. Ik bestel er nu al 60. En als het leuk is, kan ik ze altijd nog kleiner meerdere gaan bestellen. En ik werd er gewoon gek van. Ik kan daar dus echt uren over doen. En dat is dan zo'n moment dat zei Christina wel eens tegen mij van... Die is dus niet iemand die alle webshops afzoekt naar de beste prijs, goedkoopste verzending, bla bla. Die zegt, ja, dat kost toch ook allemaal tijd en dat is ook geld, weet je. Oké, dit vind ik heel erg leuk. Gewoon echt logo stickers. Rondjes. Die ga ik dus, ik wil deze dus echt op alle pakketjes gaan plakken eigenlijk. Oh, dat vind ik leuk. Dit is precies wat ik eigenlijk wilde. Dit gaat echt op elke. Ik heb nu al zo'n thank you sticker, maar... Die zijn ook niet zo origineel. En nu ik wil steeds meer echt mijn eigen shop worden. Oh, hier zit eens in. Ik ben zo benieuwd, jongens. Ja, het is echt heel leuk. Het is dus alleen wel best duur. Want volgens mij was het voor 60 of 40. Nee. Hoeveel kostte dit nou? Weet ik niet meer. Hé, hey, dit is een brievenbusdoosje. Waarom deden ze het niet in de brievenbus? Leuk! Kijk, ik wilde graag verzendzakken van mijn eigen webshop. Maar dat kost zoveel geld en daarvoor maak ik gewoon niet genoeg winst. Als ik dan lelijke zakken heb, dan plak ik er een sticker op. En ik vind You Look Lovely Today, dat heb ik al best wel lang op de site staan. Echt al bijna van het begin. En ik vind dat zo'n leuke tekst. Van, ik weet niet, met onze spullen You Look Lovely Today, maar ook zonder onze spullen. Weet je, ook als je niet bij ons winkelt, You Look Lovely Today, weet je wel. En ik vind dat gewoon een leuke tekst. Ook in je pyjama. Ook als je denkt dat je geen leuke outfits hebt en zo. Hij is heel mooi. Ik was best wel trots op hoe ik het ontworpen heb. Want het kwam ineens, zeg maar. Ik had... Dit was goud. Met zwarte stippen erop. En die vond ik leuk. En toen ging ik ineens de kleur veranderen. En toen werden de stippen ineens wit. En werd de achtergrond... Kon ik weghalen het goud. Toen had ik een Cotton Candy achtergrond. Die heb ik ook nu als screensaver op mijn laptop. Want ik had een kusjesfoto van mij en Ruud als screensaver... En in de klas zagen de kinderen dat. Toen dacht ik, dat is toch raar als je zegt juf en Ruben zijn uit elkaar. Dat je dan nog die foto hebt. Terwijl ik serieus nog best naar die foto gewoon kan kijken. En ik kan denken, ah. Oh. Weet je wel, die Parijsfoto. In ieder geval. En toen werd hij dus ineens echt best wel goals. En hier staat een heel klein www.comwa.nl. Dus dan is het toch, zeg maar, op je... Ik doe dit denk ik niet op de enveloppen. Maar echt op de pakketjes.
Omdat ik gewoon, de enveloppen zien er al leuk uit. Weet je, die envelopjes zijn leuk zwart of roze en dan met een Comois sticker erop. En dan op de pakketten, die lelijke grijze zakken, dan nog zo eentje erop. Zo leuk! Hier heb ik dus ook niet heel veel van. En ik heb nu weer iets van 29 orders openstaan. Dus dan gaat al de helft van de stickers op zijn als het pakketten zijn. Weet je wel, dus ik ga dit ook nog wel bij moeten bestellen. Ja, ik weet het. Het is ergens niet zo slim omdat het echt extra kosten zijn. Net als kaartjes en zakjes. En weet je, het is allemaal leuk enveloppen. Het is extra kosten. Maar ik vind het zelf wel heel leuk om een pakket te ontvangen dat het er zo uitziet. Kijk nou hoe geweldig, jongens. Ik ben er heel erg blij mee. Ik was bang dat het misschien tegen zou vallen of iets. Ik ben hier zo blij mee. Hier had ik ook echt het meest op verheugd, dit pakketje. Heel raar dat de eerste 50 van deze eerder binnenkwamen. Deze zijn dus iets minder dan ik had verwacht. Omdat ze in het groot zien ze er nog veel leuker uit. Maar alsnog zijn ze heel leuk. En ik kan ze altijd nog... Ja, ik heb er 100. En waarschijnlijk gaan die nooit besteld worden. Dus ik denk niet dat ik... Ik vind het echt zonde om dit groter te bestellen. Het is ook best leuk. Dus je kunt op die manier gewoon je portemonnee doen of zo. Als je een keer online wil shoppen met een giftcard. Bolly, het is tijd om jou vrij te laten. Want ik heb je zo gemist. En nu moeten we... Kom eens. Oh, Bollewol. Hoi. Nakijken. Met tv'tje aan of muziekje. En deze erbij is toch veel chiller. Dan in je lokaal waar het licht heet het uitgaat. En waar het stil is. En waar je kan worden afgeleid. Ik val daar gewoon in slaap. Ik heb echt meer drukte of zo nodig. Oh, jongens. Nu komt het heel erg. Ik moet echt nu al huilen. Had ik dat verteld van die Italiaanse controle? Oh, ik word misselijk. Mijn hart brandt in mijn keel. Het gaat mijn eerste boete uit mijn leven zijn. En dat kan een heel hoog bedrag zijn. Oh, wat is dit een domper, zeg. Geef mij maar meteen het bedrag. Dus heel weinig. Ik hoop zo dat het de enige boete is. 5-1-2019. Ja, Vinkeveen. Uh-oh. Het gaat veel erger worden nog. Heb ik jullie dat verteld? Dat ik naar Lotte ging en dat ik niet wist dat er trajectcontrole was. Het is €72. Nu meteen betalen. Omschrijving, overtreding. Joey zei al, je kunt 3 boetes binnen gaan krijgen. Want het zijn iets van 3 verschillende momenten. Ik heb nog nooit een boete gehad, hè jongens? Nog nooit. De Ronde Venen, Vinkeveen. Trajectcontrole A2 rechts. A2 Vinkeveen voor afrit. Kenteken. Ik reed 114 km per uur. Na correctie is dat 110 km per uur. Chill. Naar beneden afgrond. De toegestaande snelheid was 100 km per uur. Ja, het zakt €72. Maar als dit het is, heb ik echt mazzel. Maar als dit het niet is, gaat het heel veel erger worden. Want ik heb veel harder gereden nog dan dit. Je mag daar dus 's avonds wel 130 rijden. Ik was zo dom. Dan laat ik even mijn nieuwe items van Chiquelle zien. Altijd spannend, want heel veel is one size. Dus ze hebben echt superleuke dingen. Maar veel is voor mij te klein en in heel veel zit wol. Dus dan koop ik het daarom niet. Maar deze kriebelt vrijwel niet. Het is best wel zacht en hij past. Het is een hele simpele grijze, echt donkergrijze trui. Een simpele donkergrijze trui met een V-hals, maar wel een leuke V-hals. Hij poft een beetje op. Ja, deze zou wel extra leuk staan in een broek, vind ik zelf. Super chill. Heel lekker truitje. Zoiets heb ik dus echt nog niet. Ik vind hem echt heel erg leuk. Perfecte maat. Linkje staat in de beschrijving trouwens. Chill. Dit was een beetje risico. Ik was heel erg in de feeststemming. Dit is een ontzettend mooi jurkje. Ook echt een model wat... Kijk hoe leuk. Hij is trouwens soms zilver en soms zie je ook rood, zie je? En blauw. Echt een model jurk wat mij heel erg mooi staat. Juist. Wrap. En mouwen bedekt en zo. Maar deze is gewoon echt te klein. En hij is ook echt heel kort. Hier is de foef, om het maar zo te noemen. En nu tekent het gewoon heel erg bij mijn buik en zo. Dat zie je nu niet echt. Maar hij is echt veel te klein. Hij is zeker echt wel 3 maten te klein of zo. Maar het is wel een heel mooi jurkje. Hier kan je wel echt iemand heel blij mee maken. Het punt dat hij hier ook... het is geen echte wrap dress. Dus hij zit hier heel strak en daarom zit hij helemaal om mijn buik heen. Terwijl als het hier echt een wrap dress zou zijn... Had het wel gekund, maar dan alsnog is hij echt super kort hoor. Maar hij is wel heel erg mooi. Ik denk dat het sowieso nu een beetje te laat is met de feestdagen. Maar super mooi jurkje. Echt
echt geweldig. Het is echt zoiets dat je denkt, die wil ik houden voor als ik hem ooit pas, weet je wel. Hij is echt ontzettend leuk. Ontzettend. Nee, maar serieus. Heel leuk. Zo, oh, hij heeft niet opgeladen. Leuk, kan ik sloggen vandaag. Jongens, ik was mijn eten vergeten. En ik was al later dan normaal. Dus ik was om 8 uur hier. En toen ben ik heel snel naar de Albert Heijn gereden. Auto neergezet. Gerend naar de Appie. Roggebrood gehaald. En 30 plus oude kaas en een bak kwark. En toen was ik hier om 7:58. Maar vroeger was ik ook pas 7:50 op school. Alleen ik ben nu zo gewend aan op tijd op school zijn. En als ik nu met vrienden afspreek, zeg ik ook altijd ongeveer dan en dan ben ik er. Want ik wil niet stressen. Ik haat namelijk stress. En ik heb zoveel minder stress nu sinds 2019 qua op tijd komen. Dus ik voelde weer helemaal die stress. Jeetje, mina. En het ging ook veel langzamer het rijden, Weesp inkomen. Ik merkte rond 8 is het gewoon veel drukker dan een kwartier ervoor. Wat logisch is, want als leerkracht ben je eigenlijk vrij vroeg. Dan zit je net voor het spitsgedeelte, weet je. Want het is natuurlijk niet snelweg wat ik moet rijden, maar toch. Maar wow, ja, geen eten. Ik dacht, dan word ik echt gek, weet je wel. En ik had de Ruben nog geappt. Ik denk, hij kan het brengen. Toen dacht ik, nee, dat is gewoon raar, weet je. Als je uit elkaar bent, ga je niet vragen, wil jij me eten brengen? Hij zou het zo doen, maar ik weet ook zijn dagplanning nu natuurlijk niet en zo. Dus, stress. Als leerkracht je eten vergeten, geeft zoveel stress. Want je kunt niks. Je kunt gewoon niet weg. Toen dacht ik, nou weet je, ik ga nu rijden. Ik heb 10 minuten, dus ik red het wel. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Okido. Hallo jongens, raad eens wat ik net gedaan heb. Je ziet het meteen, ik voel me zo lekker. Ik had met mijn duo overleg van 2:15 tot 3:10. Toen zei ik bij mijn collega's bij de koffie, ik ga dit sporten, blabla. Toen ging ik om 2:45 weg, was ik er 2:50. 2:50 was ik daar aangekleed. Of 2:55 heb ik een kwartier lang 1,5 kilometer snel gelopen, zeg maar. Dus in een kwartier. 1,5 kilometer, best wel goed. Dus echt niet rennen, maar heel snel wandelen. En toen nog een kwartier heel fanatiek kracht. Alles 50 keer die kant, 60 keer die kant. En nu voel ik me heerlijk. Ik heb frisse energie om te gaan nakijken. Ik ben erg zo moe, maar lekker moe. Dat je straks echt lekker moe bent. En ik heb het warm en niet meer koud. Dus dit ga ik er echt in houden. Het is bijna 12 uur. Ik ben kapot. Ik heb me voor het eerst eens even echt verdiept in de boekhouding. Met de boekhouder echt de hele avond lopen appen. De retourtjes. Echt een ramp. Vooral als je dat met terugwerkende kracht allemaal moet doen. Als je het gewoon bijhoudt is het goed. Ik weet nu weer veel meer. Ik zet er weer veel meer in. Een webshop is leuk, maar het is ook heel veel werk wat niet leuk is. En daar moet ik ook eventjes, dat moet ik ook even realiseren. Jeetje, al die poep hier. Niet normaal. Jongen, waar ben je? Dat kan toch niet? In ieder geval, ken je dat? Ik ben nu helemaal keelpijn, helemaal verstopt. Morgen een hele leuke dag, ik ga nu slapen. Ik weet niet wat ik aan moet. Ik vind deze altijd wel heel erg lang. Het licht is ook zo slecht, hè? Ik weet het niet, jongens. Ik wil niet te saai, maar ik wil ook niet te opvallend. Kijk, dit staat superleuk, jongens. Ik weet het, van voor, iets in mijn broek. Maar vanaf zij heb ik dan het buikprobleem. Dus dan wil ik altijd wel iets van een jasje, dat het zo een beetje bedekt is. Dat kan wel. Even wat anders. Ik ben zin als ik dan wat anders doe naar een event, voel ik me soms niet chill. Want dan kom ik eraan en denk ik, oh nee, ik vind het toch helemaal niet leuk. Oh jongens, ik ben altijd, als het niet mijn werk is, maar iets anders ben ik altijd te laat. Ik heb gebeld dat ik 10 minuten later ben, gelukkig is geen probleem. Wilde ik net gaan, was ik op tijd. Maar is dan niet echt goed hoor. Kom ik erachter dat mijn geheugen helemaal vol zit. Dus ik moest het allemaal inladen en er was geen ruimte en wat bla. Maar ik ga nu weg en dan ben ik denk ik 5 minuten later. Ja, die is schattig. Ja, jongens, kijk hoe leuk het eruit ziet. Zij ziet echt serieus niet van de man. Lekker. We hebben dus ook glitter champagne, hoor ik net. Of glitterwijn. Wat was het nou? Glitterwijn, zei je. Glitterwijn, ja. Dit is mijn kaartje. En het is echt toevallig dat ik dus dit heb aangetrokken, want het match. Ik had eerst ook nog een roze scrunchie, helaas. Social media manager. Oh, niet? Hallo. Kijk jongens, als je hier je flits op zet. Zie je heel vet? Glitterwijn. En hij is ook nog echt super lekker. En daar is dus van het gratis Red Velvet Cake. En wij zijn daar echt al de hele tijd naar aan het verlangen. Daar staat hij. Hij staat zo ver weg. Come to us. Zo, het gaat. Oh, ik krijg hem op. Krijg jij hem op? Dankjewel. Oh jongens, oh, deze dag, dit is gewoon echt mijn lievelingstaart. Ik ben zo gelukkig. Bye.
nog even wachten. Oh, sorry. Oh, is het zo lekker? Oh, kom maar. Ik kan helemaal niet aanraden. Zo lekker. Oh, hij wil er niet op, hè, hoorde ik. Maar je bent zo mooi. Ja. Dus dat... Nee, maar je mag, als je maakt een film, kan je prima. Ja? Het is best wel donker. Het is heel mooi, perfect, goed licht. Geen zorgen. Heel mysterieus. Heel mysterieus. Ik vind het zo gek om mezelf op beeld te zien. Ja. Ik denk dat we het ook allemaal wel hebben. Nee, inmiddels. Nu wel, bij een ander wel. Dan denk ik echt, oh god. Ja, het is zo gek. Nou, we beginnen met Sco. En dat is een van onze nieuwste merken. Oké, ik ben weer in de auto. Super chill om hier te komen en hier te parkeren. Het was heel grappig. Het was echt een hele kleine besloten bijeenkomst. Ik kende niemand. Ik kende één meisje van gezicht. Volgens mij waren er helemaal geen YouTubers. Echt, er waren volgens mij misschien 6 influencers waren het, denk ik. Voor de rest waren er iets van 6 van het bedrijf. Dus ja, wel grappig, maar ik heb ook echt, ik krijg nooit meer perspakketten of iets. Ik heb eigenlijk helemaal geen contact meer met House of Rebels. Dus ik vond het wel leuk dat ik er was, maar het is sowieso super lekker eten. Ik mag vandaag echt niks meer eten. Oh, deze hadden we vorige keer ook gekregen. Toen was ik ook, ik krijg wel persuitnodigingen altijd. Lieve Rebel, gezellig dat je bij de eerste lunch was. Koekjes, sokken. Eten, oh, het lijkt er een beetje op wat we vorige keer hadden gekregen. Dermasense cleaning milk. En Rebel notitieboekje. Die is wel heel leuk. En over deze hadden ze het. Het schijnt heel chill te zijn. En dat was het, geloof ik. En ja. Ik ben wel blij dat... ik ben dus altijd iemand die voor één ding eigenlijk niet gaat. Er komt iemand uit Groningen. Dus helemaal uit Groningen hier naartoe. Dat doe ik niet. Maar ik ben natuurlijk ook... Ik heb maar één vrije dag hiervoor. Maar omdat ik toch naar het wc wil, is het echt top. Dus voortaan als er op donderdag een event van House of Rebels is ofzo, dan is het... En het is hier, dan is dat voor mij ideaal. Dus nu ga ik dan naar het wc rijden. Het is pas 2:50. En ik hoor dat er rond 5 code geel komt met sneeuw. Dus ik wil echt wel... ik wil wel even zin om echt even goed te kijken in het wc. Doei! Dit is echt zo'n dag, jongens, waarvan ik denk... Ik heb nog een extra vrije dag nodig. Wow. Dit is echt wel heel... Het is 7:15. Eigenlijk heb ik geen tijd om te koken, dus ik heb ook heel erg veel geluncht. Dus ik ga een reep als avondeten nemen. Vanochtend voelde ik weer dat ik dacht, ja, volgens mij werkt het wat ik doe. Calorieën tellen en het ongelijk ook heb gesport. Kijk, ik heb doosjes besteld, zodat heel soms gaan sirup nog wel eens kapot. En in doosjes gaat dat niet kapot. Maar ik snap niet hoe ik ze moet vouwen. Daar ligt nog mijn make-up van vanochtend. Ik heb voor het eerst sinds ik hier woon de vaatwasser die ik moet uitruimen. Want er begint al vaat op te stapelen daar. Alle dozen die er stonden, die zag er net nog één staan, al in de auto gebracht. Dus ik ben een paar keer heen en weer gelopen voor het oud papier. Dan heb ik hier allemaal sieraden staan. Dat hoeft niet per se vanavond. Vind ik wel heel leuk om te doen. Maar ik ga echt 90% van de webshop kunnen aanvullen. Allemaal voorraad, voorraad, voorraad. Vet chill. Ik weet niet of ik dit al gezegd had. Ik weet niet wanneer ik voor het laatst gevlogd heb. Ook allemaal kleding, weer al die flarekoeken nieuw. Niet nieuw, maar aangevuld. Maar voor vandaag moet ik orders maken die ik morgen moet versturen. Dat moet, want ik heb nu maximale leverduur 7 werkdagen. En bij sommigen zit ik daar dus al op. Niet werkdagen trouwens, maar wel 7 dagen. En dat vind ik eigenlijk ook wel lang. Maar ja, ik doe natuurlijk in mijn eentje, dus gewoon veel werk. En mijn weekvlog moet morgen online. Want dat heb ik tegen de senior ook gezegd. Dus ik moet ontzettend veel doen en ik moet over 3 uur slapen. Dus ik kan niet chillen. Dus dit is wel echt even een... ik vind het beeld niet zo scherp. Heb ik iets aan de ISO veranderd? Ja. In ieder geval, ik moet ontzettend veel doen. Hè, Bol? Balletje? Oh, jongens. Soms denk ik echt, Charlotte, waar zit je met je gedachten? Ik ben dus echt zo dom dat ik dan helemaal niet nadenk over het krabben. Nou, eigenlijk, ik heb zoveel spierpijn. Ik heb er wel over nagedacht, maar ik dacht dus, jee, goede auto, dus het zal wel niet zo ram zijn. Maar we hebben dus in deze auto achterin een heel net zak, net zeg maar, gekregen met allemaal spullen. En daar heb ik zelf ook nog zo'n jerrycan met defrost voor de ruitenwisserspray en gewoon een spray die er zelf op spreekt tot -15 graden en zo.
Dus dat wist ik wel. En dat er een krabber lag. Maar toen moest ik dus eerst alle oude papierdozen eruit halen. Alle spullen die er op die zak lagen. De rit zoeken. In al die spullen ook nog eens de krabber vinden. Ik ging al wat later weg. En toen ging ik... Eerst dacht ik, durf mijn ruitenwissers aan. Nou, dat kan natuurlijk niet. Nou, gelukkig meteen uitgezet. Toen moest ik echt gewoon mijn ruitenwisser optillen. En daaronder echt tjak, tjak. Gewoon echt helemaal ijspegels. Niet normaal. 10 minuten bezig geweest. Was het eindelijk, ging het weer bevriezen. Ondertussen de auto aan, warmte aan. Van binnen met mijn sjaal helemaal droog gemaakt. De zijkant kan je gewoon krap krap doen. Maar de voorkant was gewoon letterlijk een dikke harde laag ijs. Ik wist, Ruben deed dat altijd. En mijn ouders vroeger. Maar... Wow. Dus nu was ik 8 over op mijn werk of zo. In plaats van 10 voor. En qua gladheid viel het gelukkig mee met rijden. Alleen met lopen was ik dus gevallen. Ik heb dus voor het eerst even een UX aan. Dus ik ging glijden en vallen ook nog eens. Dat is echt zo. En we hebben nieuw wifi op school, wat heel chill is. Maar gisteren is het niet gelukt om dat te installeren. Dus dat moet ik dus vandaag doen. Het is een drukke dag, maar ik heb er wel zin in hoor. Maar het was even geen lekkere start van de ochtend. Ik heb me... Schikeltre aan. Ja, deze heb ik echt elke dag om. Ik heb ze gisteren ook weer opnieuw ingekocht. Oké, doei. Zo, hallo, hallo jongens. Oeh, heb ik vandaag iets gevlogd? Over de rampzalige ochtend met het ijskrabben? Ik weet het niet meer. Oeh, ik ben zo moe. Eigen schuld hoor. Iets te veel hooi heb ik me voorgenomen gewoon gisteren. Ik heb hier nog een zak met orders. Die ga ik nu wegbrengen. Die heb ik dus gisteravond gemaakt. Daar ben ik wel blij mee dat ik dat gedaan heb. Hebben die mensen, ik vind 7 dagen toch zo lang. En vandaag zijn er weer nieuwe orders binnengekomen. Maar ik heb zondag dan niks gepland. Sinds ik dus alleen woon plan ik eigenlijk elk weekend wat. Maar ik zit nu te denken, morgen heb ik met Jimmy afgesproken. Van 1 tot 6 of zo, 1 tot 5. Maar misschien ga ik zondag wel even niks doen. En wel misschien desnoods weer even een keer naar Almere of zo, weet je. Lekker me-time. Want daar hou ik ook heel erg van. En dat doe ik niet zoveel meer. Of nog even boodschapjes doen of zo. Maar ook dan gewoon witte. Even lekker... Tijd voor orders of iets. Dat het niet allemaal door de week moet. En ik vind trouwens korte haar eigenlijk super leuk. En als ik het zo zie, vind ik dit dus serieus een leuke lengte. En ik kijk naar het in de spiegel. Ik vond eigenlijk is mijn haar nog best wel lang. Mensen reageren nu allemaal met je haar is heel mooi geknipt. Echt niet hoor. Als je het dus in een staart doet, zijn er allemaal happen uit en zo. Maar ik heb de kapper gemeld en ik mag dus terugkomen. Maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Maar ik heb ook het idee, als het dan wat meer groeit, dat het niet meer heel erg opvalt. Maar op een gegeven moment moet gewoon die onderste lager af, waardoor die lagen wat minder zijn. Want ik weet gewoon heel goed hoe ik het er normaal uit moet laten zien, maar zonder te stijlen ziet het er echt niet uit. Geloof me, ik laat het nog wel een keer zien. Ik ga nu die orders wegbrengen. CITO-toetsen zijn echt heel veel werk. Mijn deel heeft gelukkig ook wat nagekeken, dus dat is echt heel chill. Vandaag ben ik wel het moeste sinds... Mijn break-up periode, denk ik. Toen had ik ook... Ken je dat je zeg maar hoofdpijn hebt hier tot en met hier? Dus ik ga ook echt nu niet iets doen. Heel vaak ga ik nog iets doen of zo. Ga ik niet doen. Sporten ga ik dus ook niet doen. Ik denk dat ik dan maandag en woensdag ga sporten of zo. Voortaan zoiets. Ruben had de auto geleend. En daardoor kon hij lekker naar de kapper. We hebben allebei een autosleutel. Dus als ik aan het werk ben, kan hij gewoon de auto pakken. Want het is veilig bij zijn huis. Dus dat is wel heel erg chill. Want ik heb de auto natuurlijk nu. En hij heeft ook nog de auto helemaal schoongemaakt. Want hij kan er dus niet tegen als de auto vies is. En de auto gewassen. Dat iedereen zei zich, ah, arme Ruud. Maar dat vindt hij gewoon leuk hoor. Dus, ik ga nu naar huis. En ik ga echt gewoon niks doen vanavond. Ja, ik kan geen orders maken. Ik ga gewoon echt genieten. Ik ga mobiel wegleggen. Daar heb ik echt zin in. Beetje op tijd slapen en dan komt het wel goed. En pak net hem opnemen. Nou, dag jongens. Hallo jongens, ik zat net in het dilemma of ik bij de buren ging aanbellen om te vragen of ze melk hebben. Want ik heb dus echt koffie nodig. En mijn melk is op. Jongens, ik ben aan het opmaken en de bezorger was echt veel te vroeg. Ik heb dus gisteren een telefoon besteld. Ik ben dus niet zo iemand van, oh, ik koop gewoon even een telefoon. Geen probleem. Nee, het is echt super duur. Ik heb nu weer dat ik geen zin heb om het uit te leggen. Maar als ik dat niet doe, dan komt het er niet meer van. En ik moet het nu toch opmaken. Oh, ik moet het wel eens opmaken. Ik moet even hier niet zo ophalen. Ik moet over... Nou, ik moet al over 25 minuten weg. Dus eigenlijk kan ik dit nu niet doen. Oh. Hallo. Ik heb de eindelijk 128 gigabyte, zeg. Eindelijk gewoon geheugen. Niet die duurste, maar die...
die zeg maar 300 euro goedkoper is. Volgens mij is dat de XS. Ik had nu dus de SE. Oh, zit hier een oplader. Ik heb hem serieus nu al bijna 2 jaar. Oh, huh? Mijn telefoon was toen toch gestolen, weten jullie dat nog? Was toen net na sapkuur of zo, dat weet ik nog. Die periode. En toen moest ik een nieuwe. Ik weet even niet meer hoe ik dat heb gedaan. Geheugen, geen idee. In ieder geval, deze heb ik al een tijdje. Echt heel tevreden mee. Ik merk serieus pas sinds een maand dat de batterij... Oh, sorry hoor, vriend. Moet je niet zo druk doen. Dat batterij dus wat... Ik heb trouwens nu een sweater dress van ASOS aan. Ik twijfel, ik vond hem niet helemaal geweldig. Maar ik ben nu al zoveel maanden op zoek naar sweater dresses. En ik kan ze zo niet vinden dat ik dacht... Nou, dit is gewoon wel een hele chill om te hebben. Ik kan er ook in werken, hij is niet te kort. In ieder geval, ik mocht mijn abonnement verlengen. Want 26 april verloopt hij. En dan mocht je bij Vodafone 4 maanden van tevoren al verlengen. Maar ik vond het eigenlijk zo duur. En ik wist echt niet welk mobiel ik moest nemen. En ik wil gewoon heel graag echt eigenlijk puur voor de foto's van portretstand. Want dat doe ik nu steeds met Lotte. Wil ik een... Het is heel dubbel, want ik heb niet echt een nieuw mobiel nodig. Ik ben niet echt zo iemand die de allerduurste mobiel wil. Ik vind deze echt prima. En dan denk ik, ja, ga je een mobiel kopen alleen voor de foto's? Terwijl je ook camera's hebt en zo. Maar het is toch heel handig. Het is toch gewoon heel fijn. En ik wil het toch heel erg graag. Weet je, dan haal ik er maar even op met wat dat mijn make-up nog niet af is. Ik ben gewoon niet te benieuwd. Hey, dus wanneer hebben ze dit soort verpakkingen? Nu kan ik hem zo toch gewoon niet meer terugbrengen als ik hem open heb gemaakt. Denk ik. Wat een geld, hè? Gadverdamme poep. Ik vind wel dat Bolly poept zoveel. Wow, hij is dus groot. Hij is heel groot. Halleluja. Heel lang. Maar ik heb liever lang dan heel breed. Want ik wil met mijn hand kunnen vasthouden. Maar hij is... Jeetje, wat is dit immens groot, zeg. Hé, hey, is hij wel wit? Oh, hij is zilver vanaf de zijkant. Ja, hier kan ik wel aan wennen. Maar jeetje, Mina. Kijk dan. Zo lijkt het nog wel mee te vallen. Zie je dat hij qua breedte... Oh nee. Hij is koud. Wat ik wel stom vind is dat dus de camera dus uitsteekt. En dan ben ik echt bang dat hij sneller kapot gaat. Ik vind hem wel mooi. Oh. Ik heb dus wel screen protector gekocht. Hij heeft dus geen home knop. Oh, dit is echt niks voor mij. Ik ben niet zo iemand die zo'n mobiel heeft. Ik ben echt zo iemand die dan lekker anders is met zijn oude SE'tje. Ik ben niet zo'n persoon, maar ik heb het echt nodig. Ik vind hem wel mooi. Ik vind hem echt niet heel groot als ik hem zo zie. Ik ga er nu niet naar kijken. Oh, deze heeft draadloze oortjes en draad... Oh, nee, wel opladen, toch? Oh, hoe zwaar is hij eigenlijk? Ja, 2. Het is wel een verschil, maar ik vind hem niet dat ik denk, oh, ben jij zwaar. Maar hoe krijg je dit ooit nog in je BH of in je broekzak? Wow. Hij heeft dus wel een ander materiaal, daarom is hij ook goedkoper. Ik weet echt niet waar van... Dit is wel stainless steel, denk ik. Deze ziet er echt niet uit. Ik heb dus wel voor 10 euro screen protector erbij gedaan. Vroeger zou ik dat niet doen en dan op Ali bestellen. Dan denk ik, ja, dan heb je pas na een maand binnen. Dan heb je krassen op je mobiel. En dan voor 8 euro goedkoper uit te zijn. Dat vind ik echt zonde. Ik merk dat ik zo anders denk. Zeg maar, als je op een gegeven moment geld gaat verdienen, ga je zo anders nadenken over dingen. Waar je vroeger heel moeilijk over deed. Maar ik heb er geen hoesje bij gekocht. Want ik, ja, ik ga niet voor 15 euro echt het lelijkste doorzichtige hoesje ooit kopen. Maar misschien had ik dat toch wel moeten doen. Misschien moet ik even morgen op zoek naar een hoesje of zo. Hé, hey, ik heb nog hoesjes liggen van het begin van Comois. Misschien zit daar wel een goede tussen. Oké, nu moet ik echt opschieten. Want ik moet nu over eigenlijk een kwartier weg. We zitten hier dus zo chill. Dus gewoon in Muiden. Echt heel dicht bij mijn huis. Bij Brasserie Herengracht. En we kunnen dus buiten zitten in de zon. Jimmy zit hier. Het ruikt een beetje naar open haard. En het voelt echt als vakantie. Dus we zijn helemaal happy. We gaan nu waarschijnlijk lekker salade eten. En ik heb mijn nieuwe telefoon mee. En ik film dus niet echt veel, omdat je hem niet op beeld wil. Nu voel ik me dus ook echt zo'n aandachttrekker als mensen dit zien. Dit is echt slecht licht. Ja? Ja. Nee, nee, niet goed opstaan. Dit is echt super awkward. Jiminy. Nee. Nou, jongens hebben een smoothie. Nee, dat is echt niet. Het is lelijk in de film. Jim. Nee, het is een goed shot. Het is echt een goed shot. Is het een goed shot? Bedankt, maat. Ik vind het zo ongemakkelijk.
Omdat ik het ben. Iedereen mag het doen. Ik zou nooit een fulltime vlogger kunnen zijn. Ik vind het zo awkward. Zoals Kim. Nou, ik ga weer even verder met mijn vriend praten hier. Ja, vind ik ook. Hoe krijg ik focus? Je me niet. Ik film jou niet. Ik film deze... Mooi. Oh ja, goed shot. Wow. Oh, dat is goed. Ja. Waar had het er komkommer bij? Nee, het is goed beeld. Oh, heel mooi shot dit. Ja? Bedankt. Ziet uit als vakantie. Ja. Hoe lang ga je door? Wordt verpest in 3, 2... Oké, klaar. Ik heb nu wel... Ja, maar het hoeft echt maar 5 seconden. Hoe stop ik hem? Op je klikken, deze komkommer is ziek lekker. Daaronder die rode. Oh. Wat deed hij het buiten wel? Deed wel. Het beeld. Ja. Kijk. Je meneer heeft grote pakketjes. Wel lekker broodje. En ik heb echt een mega salade. Hallo jongens. Je meneer is 1 seconde geleden de deur uitgegaan. Het was echt zo gezellig. Jimmy en ik hebben zo'n leuke... Ja, jullie kennen haar natuurlijk helemaal niet, want ze komt uit in beeld. Maar wij hebben zo'n goede klik als in. Wij kunnen zo leuk goed praten over serieuze dingen, over niks, over... De tijd gaat met haar echt zo ontzettend snel altijd. Met haar kan ik ook echt gewoon een dag lang, gewoon urenlang chillen. En het blijft altijd gewoon, we blijven maar doorpraten. Dat is wel grappig. Met elke vriend heb je weer wat anders. Dat vind ik altijd wel leuk. Met de een wil ik altijd echt graag wat doen. Met de ander wil ik graag altijd wat kort en krachtig. En met haar wil ik altijd gewoon lekker lang lullen en niks plannen. Dat is altijd heel leuk. Ik heb mijn haar best wel leuk. Jimmy vond het dus ook leuk. Ik heb het nu dus wel zoals ik het altijd had helemaal omhoog. Dat trouwens er reuze mee hoe kort het is. Alleen, het zit even niet zo lekker hierachter. Kijk of jullie dat zien. Het is gewoon echt een beetje pijn. En we blijven met nieuw mobiel. Eigenlijk, ja weet je, ik hoefde niet per se een nieuw mobiel. Maar ik merk toch wel gewoon verschil in heel veel dingen. Het is wel heel erg relaxed. En ik heb dus een nieuwe truijurk aan. Jim vond hem ook leuk. Deze is dus van ASOS. En nu ik hem een dagje aan heb gehad, ziet hij ook wat lekkerder. Is hij iets losser geworden, iets meer uitgelopen. Leuk. En Jim vond de webshop helemaal leuk. Zij is niet zo heel erg zo'n social media iemand, dus sommige dingen wist zij nog helemaal niet, weet je wel. Ze heeft het nu gezien en zegt ook, oh, ik vind het echt hele leuke spullen, weet je. En oh, je webshop is echt wel mooi, want ze had zich daar gewoon nog niet zo heel erg in verdiept, wat ook helemaal niet erg is. Maar zij is iemand die gewoon die friends echt ziet. Dat vind ik op zich ook altijd wel heel erg leuk. Zo heb je gewoon allemaal verschillende vriendinnen, weet je. Lotte, die ook gewoon helemaal into social media is. Linda, die dat eigenlijk niet is, maar er wel heel erg met die van mij bezig is, zeg maar. En dan weer Jimmy die er gewoon helemaal niet mee bezig is. Maar het wel weer heel leuk vindt om het in real life te horen en zo. Dus dat is wel gewoon heel leuk. Wel jammer dat de dag zo laat begon eigenlijk. Zei ik ook al tegen Jim. Ik had eigenlijk al dingen kunnen doen. Dit valt echt van het beeld af. Voordat zij kwam. Ik heb ook al dingen gedaan. Want ik was echt best wel vroeg wakker. En ik heb best wel veel kleine dingetjes gedaan. Dat ik nu niet eens meer weet wat. Maar gewoon, weet je, dingen die moesten gebeuren. Maar ik wilde eigenlijk ook nog even boodschappen doen. Niet per se wat het moet, maar meer een paar dingen die ik nodig heb. Ook melk voor in de koffie en zo. Ik zei ja, als ik nog weg wil, moet ik gelijk met jou weggaan. Om 6:15. Anders ga ik niet meer. Toen zei ik ja, ik hoef niet de deur uit. Maar het is nu pas 6:15. Alleen het is zo donker buiten. En dan is het wel stom, dat heb je een hele leuke dag. Maar dan is de dag ineens om. En de dag is, heeft echt nog veel te kort pas geduurd. Echt veel te kort. Voor mijn gevoel is het nu 2:00 middags. Weet je wel, dus... Ik zou dan toch misschien iets eerder maar met de dag beginnen. Als in, ja weet je, dingen in huis doen is ook nodig. Alleen dan is je zaterdag nu ineens dus wel om. En dat vind ik wel heel erg snel. Dus ik weet nu niet zo goed wat ik nu moet doen. Ik moet nu orders gaan maken, tv kijken en slapen. Geeft me nog geen voldaan gevoel. Ook omdat ik weet dat ik, sorry voor body hoor. Maar ook omdat ik weet dat ik morgen ook nog ook niks gepland heb met vriendinnen. Morgen ga ik gewoon een me-dagje doen en orders maken. Dus vandaag heb ik nog een dag om iets met vrienden te doen. Ik weet het niet zo goed. En dit is het moment dat mensen misschien zouden zeggen van ja, nu moet je even je rust pakken. Maar dat hoeft niet, want ik voel me nu echt niet moe. Ik heb vanochtend heel rustig aan alles heel chill gedaan. Dus ik heb op zich mijn rust wel gepakt. Zo, dit zit echt een beetje vast. Dus, maar misschien moet ik wel maar rust pakken. Ik weet het niet. Normaal is het zo dat de vriendin dan weggaat en dan ben ik nu met Ruben 's avonds thuis, weet je wel. Dus dat kost dan ook energie en dan ben je ook met iemand. Maar nu, ik hou echt van mijn avondjes thuis. En dat doe ik dan liever na mijn werk, als ik dan toch te moe ben om iets te doen. En nu heb ik gewoon nog de energie om iets te doen. Nu zou ik echt even nog lekker naar de film willen met iemand of zo. Of... Ja, ik weet niet. Ik denk dat mensen dit wel herkennen. Jeetje, auw. Auw. Kom je nog wel lief niet? Nu is mijn haar dus gesteld. En zelfs nu zie je dus dat het slecht geknipt is. Want het irriteert me dus dat mensen zeggen, het is niet slecht. Zie je het?
de kapster, ik heb het naar de gestuurd op de M, die zei ook dat het niet goed is. Dat ik terug mag komen, maar ik weet gewoon niet waar ik de tijd vandaan moet halen. Vandaag zijn ze dicht. Ik ontbijt de laatste tijd nu best wel veel met Body & Fit reep, maar het is niet zeg maar wat ik shakes of repen doe, helemaal niet. Maar wel soms even als ontbijt. Bijvoorbeeld voor het event, als ik wist dat ik een stevige lunch had. Of soms voor als werkontbijt. Of nu ik gewoon eventjes weekend heb en straks even lekker wil lunchen. Ga zo boodschappen doen, neem ik nu even een reep, 150 calorieën maar. En dat ik er echt zin in heb, want ik heb heel vaak niet zin in zoet, maar nu had ik er echt zin in. Hi! Maar hoeft nu niet per se nu gewassen te worden, eigenlijk morgen. Maar ik ga het nu even lekker wassen, want dan kan ik het straks ook weer stylen. Hoef ik niet morgenochtend. Dat ik morgenochtend wakker word en denk, had ik het maar gewassen. Of dat ik het vanavond was en met nat haar geslapen ben, dan morgenochtend weer moet stylen en zo. Het gaat wel echt veel sneller met feunen nu het korter is. Ik ben voor de boiler aangeklikt op de warmste stand. Want dan kan ik dus wel iets langer douchen. Wacht ik daar even op. Ga ik ondertussen even geen koffie drinken, want ik heb nog geen melk. Vind ik echt niet lekker anders. Met body naar boven. Een paar orders maken. Sorry. Ik ben. Ja, schat. Ben je weer bruut vandaag? Ja. Gaan we... Ik ben heel wit trouwens. Ik ga morgen... Denk ik echt, ik wil echt op tijd slapen. Niet altijd weer zo laat gaan slapen. Morgen wil ik echt weer gaan sporten. Ik wil eigenlijk weer tijdens werk gaan sporten. En na mijn werk naar Zonbank. Maar ik heb het even iets minder met dat ik echt heel erg bruin wil zijn. Want ik zag bij Lotte's vlog ook en zo dat ik heel erg oranje was. Dus zo vind ik het prima. Dan doe ik een beetje bruin poeder op. Mooie dag vandaag. Sorry, wat een gelul. Ik ben echt heel lang aan het ouwe hoeren. Dus ik ga zo boodschappen doen. Een paar orders maken, haar wassen, aankleven. Waarschijnlijk over 2 uur ga ik weg of zo. Dan is het iets van 1:30. Even boodschapjes doen bij de Maxis. Misschien, ik heb gisteravond in bed even lijstjes gemaakt met dingen die ik moet doen. Dingen die ik moet halen. Ga ik dat doen. Blijf maar door eten. Ik wil echt even met dit weer wat doen. In plaats van in het donker nog boodschappen doen. En dan ga ik daarna weer lekker orders maken. Want ik moet vandaag echt orders maken. Verder niks leuks op de planning dus. Maar orders zijn ook leuk. En ben blij met mijn mobiel. Alleen, enige jammer is, bestellingen, dat ik gewoon echt niet meer met één hand kan typen, want dan valt hij gewoon echt uit mijn hand. Oh my god, jongens. Nee, Bolly, jij mag dit echt niet. Vogels mogen echt geen avocado gaan stoot. Dit heb ik nog nooit eerder gemaakt, maar die krappe avocado heb ik echt al super lang liggen, want ik wou een keer zo'n quinoa sushi bol maken. Maar ik dacht, nu ga ik de ingrediënten maar eens gebruiken en dit smaakt eigenlijk gewoon naar sushi. Hallo. Ik heb voor deze ouderwets lekker langzaam bij de Maxis rondgekeken en heel veel gekocht. Dus ik ga thuis denk ik even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Want ik begon bij de Ethos met allemaal tweede gratis dingen. Ik had wel echt van tevoren gekeken hoor. Bij de Alpje allemaal tweede gratis dingen. En toen ging ik ook naar de Xenos en nog naar de Hema en nog naar de Zeeman. En toen heb ik heel veel gekocht. En nu wil ik het even zeggen. Doei! Zo, hallo jongens. Ik ging dus even mijn auto voor de deur zeg maar zo zetten. Want ik moest te veel tillen. Dus even omhoog lopen. Toen heb ik pas mijn pizza in de oven gedaan. Hij moest 12 minuten. Hou nu nog maar 2 minuten 50. Want ik ging ook dat ding op mijn raam doen. Dus ik was gewoon 10 minuten weg. Hoe dan? En ik heb zoveel honger. En ik ging dan niet in de verleiding komen om iets anders te halen. Dus ging ik heel snel mijn pizza erin doen. Een gezonde trouwens. Ik ga nu dus even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Dat vind ik leuk. Hi Bonnie. Jou laat ik nog even in de kooi, want ik denk dat ik jou te veel vrijheid geef en dat je daarom een beetje opstandig aan het worden bent. Oké. Nou, als eerste kocht ik dit dure wc-papier, maar het was tweede gratis en dan vind ik het altijd wel een chille aanbieding. En dan hoefde ik ook niet meer naar de Lidl, want dan had ik gewoon in 1 keer veel en goed wc-papier. En dat was dan samen met deze. Ik hou van keukenrollen, merk ik. Keukenrollen maken mij dus echt heel gelukkig. Ik had het er met Linda over, maar ik word serieus gelukkig van bepaalde producten, omdat het zo handig is. Oké. Okay. Vroeger deed ik het altijd, mijn boodschap laten zien. Het kan ook echt heel saai zijn, maar ik ga het nu gewoon een keer doen, want ik heb er zin in. 2 bakken kiwis. Ik weet dat het echt heel veel kiwis zijn, maar ik vind het best wel lekker om gewoon 2 kiwis per dag te eten eventjes. Ik vind altijd, het voelt me heel goed na een kiwi. En als ik ze in de koelkast doe, kan ik ze gewoon lang bewaren en kan ik er ook 1 per dag eten. En ze waren dus 2 dozen voor 4 euro, dat is echt goedkoop. Dan kocht ik. Ik moet het echt even in de koelkast gaan zetten.
drink yoghurt optimaal arbeid, omdat ik nu dus heel erg aan het letten ben op calorieën, kijk ik toch weer anders naar producten. Dus dan is dit bijvoorbeeld prima, want qua calorieën is het echt niet slecht. En ik vind het altijd wel een beetje het zoetstoffen en blablabla, geen vet, geen suiker, maar en gezond is het niet. Maar dat, ik ga nu niet alleen maar gezonde dingen eten, want daar word ik vaak echt dik van. Dan had ik nieuwe koffiecups nodig. Deze waren tweede gratis en ze hadden dus allemaal lekkere smaken of zoiets. Kijk. Hazelnaat, elnaat. Ik weet niet of ik die lekker ga vinden, maar ik wou het proberen. Dan heb ik twee keer Lungo Classico. Lungo Forte. En ik had er nog één. Karamel, geloof ik. Karamel. En dan kocht ik... Oh, dit is de Eco-tas verder. Ja, ik kocht nog suikervrije dropjes. Ik vind suikervrije zouten erop heel vies, maar zoet misschien niet. Honingbijtjes en nog wat zit in de andere tas. Dan komt nu de etels. Dat is misschien het leukst. Ik kocht 3 sheet masks. Ik had ze niet hoeven kopen, maar ik heb het wel gedaan. Normaal 4, nu 2. Deze. Het zag er gewoon te cute uit. Ik vind het altijd leuk en handig. Deze. Yay, pizza is klaar. Dan ga ik jullie nu een niet gesponsorde, niet gekregen, maar gewoon van mij een hele goede tip geven. Deze deo. Ik heb al niet heel erg een zweetprobleem, maar soms ruik ik wel naar zweet bijvoorbeeld met verkeerde stof, weet je wel. Blazer van polyester of zo. Dit was even wennen, want het is een soort crème die uit gaatjes komt. Een soort dunne, soort bijna nachtcreme-achtig en dat smeer je onder je oksel. Ik heb er 4 gekocht. Odorex. Dit is hem. Er is er maar 1 van, dus die vind je wel. Ik kan hem iedereen aanraden. Ik dacht dat ik niet meer zonder mijn deo uit Amerika kon. Waar ik niet meer aan kan komen. Van, hoe heet het merk? Weet ik even niet meer. Maar echt, dit is net zo goed. Dan kocht ik droog shampoo. Dit was normaal echt best wel iets van 7,50 en nu 2 voor 6 geloof ik. Ik weet niet of het goed is. Ik heb de Extra Fresh en de Texture. Niet volume ofzo, want dat hoef ik niet. Ik vind het wel altijd irritant met de kou. Ik krijg altijd heel erg jeuk aan mijn huid. En vooral hier, maar ik weet niet hoe bij jullie zit, maar ik kan hier dus niet bij. En dan had ik altijd die Vaseline body sprays en die vond ik altijd best wel chill. Want dan kan je zeg maar het zo erop sprayen en dan kan ik wel zo als een soort van gek kan ik zo op mijn rug slaan. Dus daarvoor heb ik deze en ik vind die patchouli van Knijp altijd heel lekker ruiken. En dan ook deze, tweede gratis. Deze is best wel duur, deze is 5 nog wat. En dit doet je echt denken aan sauna, vind ik ook altijd wel lekker. Ik heb echt heel erg, ik heb alleen maar merken gekocht. Maar als je tweede gratis doet, is het toch echt goedkoper dan een B-merk. En het zijn wel dingen waar ik op zich 2 wel goed van kan gebruiken, zoals dit. Van Sensodyne, dus voor gevoelige tanden. 2 mondwaters. Dit doe ik echt de laatste tijd niet meer. Maar het zijn allemaal producten. Als ik het heb, word ik er dus echt blij van. Net als dit. Heerlijk in je wc. Weer 2. Maar heb ik een voorraadje. Ik heb er op zich wel plek voor. Natte doekjes. Vind ik ook lekker als iemand hier komt. Ik weet niet, het staat gewoon chic of zo. 2 tandpasta's. Omdat ik nou even echt wil proberen welke van de 2 ik nou het fijnste ga vinden. Waarschijnlijk kom ik er niet achter. 1 tandarts adviseert die. Andere adviseert die. Maar in ieder geval voor gevoelige tanden. En het was ook weer 1 plus 1. Met 25% korting kocht ik Purol. Omdat ik heel erg door mijn lipverzorging goede verzorging heen ben. Dus dit is een chill potje. Ik wil altijd boven een potje hebben. Beneden een potje. Op mijn werk een potje en in de auto. En ik mocht een kaars met mijn aantal stickers die ik had verdiend. Een kaars. En dit is een hele lekkere. Ziet er ook heel leuk uit. Voor 1,50 heb ik die dus nu gekocht. De Apple Pie kaars. En dat vind ik echt ook ontzettend leuk uitzien. Dus wel grappig, want zoals ik dus al een keer heb gezegd, ik doe dit soort dingen echt niet meer. Zo ontzettend hamsteren of zo. Maar ik ben nu wel blij. Nou, het was pas 1 tas. Ik kocht bij de Heemarkt een Molton, want dat heb ik nog niet. En deze was van 20 voor 10. Een Heema is wel goed. Een kussenhoes voor een kussen die ik nog niet heb. Maar ik vond deze te cute. Echt heel erg leuk. Dus moet ik even zo'n langwerpig kussentje kopen. Ik vind hem echt heel erg schattig. Hij vloekt eigenlijk een beetje bij mijn muur, zie ik nu. Bij de Zeeman hadden ze geen zuig. Of hoe noem je het? Plakhaken. Toen dacht ik, ja, ik zie ze nergens. Ik heb het echt nodig. Dus heb ik deze haak gekocht. Meestal gaat je deur niet meer dicht met zo'n haak. Dus daarom heb ik er maar eentje gekocht. In de hoop dat hij wel dicht gaat. Want al mijn haken zijn naar beneden gevallen. Hele dure van Ikea. Dus al mijn handdoeken moet ik nu steeds over deuren hangen. Nog zo'n bakje. Deze zocht ik dus. Ik wist niet meer dat die van de Zeeman was. Deze zijn heel chill. En het is geen gedoe met ophangen. Het hangt gewoon in één keer goed. Voor de douche dus. En 2 theedoeken. Want ik heb die hele leuke. Maar ik merk als ze in de wasmachine zitten. Dan heb ik niks. Dus een beetje. Ik ging eerst voor roze. Toen dacht ik nee. Niet de roze doen. Neutrale kleuren.
En dan nog... bij de Xenos kwam ik toen wel plakhaakjes tegen. Deze. En deze voor bij de handdoeken boven, denk ik. Ik hoop dat die er niet afvallen. En dit heb ik echt nodig, want dit zit niet in mijn grootsteen. Dus al het eten gaat er doorheen. Of je moet het zo eruit vissen. Dus dit is zo'n los putje. Nou, so far. Dan komen er nu weer allemaal boodschappen. Dat je dat vast even weet. Ja. Ik kwam erachter dat het qua calorieën helemaal niet zo heel veel uitmaakt of je 30 of 50 plus kaas neemt. En ik vind 30 veel minder lekker, dus ik ga gewoon lekker voor 50 plus. Ik heb geitenkaas. Weet je, bij 30 plus neem ik gauw meer, omdat ik het anders zo niet lekker vind. En bij 50 plus heb ik gewoon genoeg aan één plakje op twee roggebroodjes. Volgens mij is dit wat beter dan basic roggebrood. Ik vind deze minder lekker, sterker. Maar volgens mij zit er echt meer... hij is veel donkerder van kleur, dus volgens mij is hij qua vezels en zo echt beter. Denk ik. Kan ook niet zo zijn. Ook nog optimaal... yoghurt aardbei, dus ook qua calorieën heel goed, qua vetten en suikers. En zelfs deze heeft dus heel weinig calorieën. Had ik echt niet gedacht. Ik snap nooit precies hoe dat allemaal werkt. Maar ik let nu op calorieën en het werkt al. Want ik ben 1,5 kilo nu kwijt. En het is chill, dus ik doe dat eventjes. Oh ja, bij de Xenos heb je dus tomatenmesjes. Ik weet niet of je dat ook ergens anders kan krijgen. Maar dat verbetert je leven zo erg met koken. Dus ik heb er 3 gekocht. Ze zijn wel veranderd, zag ik, qua hoe ze eruit zien. Heel lekker. Dit is wel vet, maar het viel alsnog mee. Want het is 150 gram en in 100 gram zitten 256 calorieën. En dit zou ik dan als avondeten eten. Burrata tweede gratis met tomaat. En dan maak ik er een hele lekkere salade van. Niet in de bonus, maar deze had ik bij Lot. En toen dacht ik, oh, wat is dat toch lekker als je gewoon echt lekkere thee hebt. Dus deze kocht ik van Clipper, toch? Ja, Clipper. Jee, ik zit hier helemaal ingebouwd. Normaal doe ik het meteen in de koelkast. Deze zijn qua calorieën ook chiller dan normale wraps. Later had ik die wortelwraps vond ik niet heel erg lekker. Maar nu heb ik paprika chili. Dus die wilde ik toch even proberen. En heel lekker vind ik deze. Ik had dus van de week 30 plus gehaald. Ik vond hem echt niet lekker. Deze gewoon van Appie oude kaas. Super chill met roggebrood. Eindelijk weer sojamelk. Ik heb al 2 dagen geen koffie kunnen drinken met melk. En de amandel naturel ook maar even gekocht. En dus 2 keer slankie. Ook in de bonus. En verse jus. Qua calorieën niet heel goed, maar ik heb wel het gevoel dat ik dat op zondag drink, dat ik er helemaal tegenaan kan. Echt waar. Dit was die andere drop. Mentrop. Suikervrij. En dit zijn ook van die dingen. Dit is super duur, maar als het dan tweede gratis is. En ik denk, ik ga gewoon even los. Dan maakt dit me ook zo gelukkig. Want sommige kledingstukken gaan gewoon niet lekker ruiken met, zonder dit. Dus ik ben heel blij dat ik het heb gekocht. En dan was dat alles. Nu ga ik aan jullie vragen. Raad eens wat ik heb uitgegeven. Het was heel veel. Vind ik zelf. Nu ga ik lekker mijn spullen even in de koelkast zetten. En pizza eten. En oh ja. Dat is zeg maar die groentepizza. Die paarse. Je hebt er 2 bij de verse pizza's liggen. En hij heeft minder dan 600 calorieën. Het is een bietenbodem en geitenkaas en zo erop. Heel lekker. Hij valt echt mee. Qua calorieën. Het is nu pas 6:30, maar ik heb nog wel best wel wat calorieën over. Dus ik denk dat ik nu die pizza eet. En vanavond misschien nog eventjes iets van 300 calorieën eet of zo. Misschien een beetje sla of nog een reep of iets. Want ik ben zeker dat ik straks nog wel trek ga hebben. Niet een hele grote pizza. Kijk, het is hem. Heel lekker. Dus laat even weten of jullie het leuk vonden om dit even te zien. Niet elke week natuurlijk. Let me know. Oh ja, ik heb nog wat gekocht. Ik vond deze spiegel te leuk. Voor in de wc. Echt heel leuk met zo'n dingetje. En hij was van 15, nu met 30% korting. Ja, misschien had ik dit niet hoeven doen, maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. En ik heb nog steeds geen wasmand. En deze is precies wat ik zocht. Je kunt hem helemaal plat maken en hem dus weer helemaal uitklappen. En eigenlijk is dit ook ideaal voor orders. Want ik wil altijd als ik mijn orders af heb, ze in een soort van tas gooien. Dit is super chill, dus ik ga even kijken waar ik het voor ga gebruiken. Het is eigenlijk als wasmand bedoeld, maar ik denk dat ik... Ja, dat ik in mijn eentje ben, gooi ik mijn was meestal gewoon vast in de machine, weet je wel. Dus ik denk dat dit voor orders nog meer nodig is eigenlijk. Ah, nu ga ik even ademhalen. Doei. Nou jongens, ik ben helemaal kapot. Echt al sinds 8:00. Ik weet niet wat het is. Dus nu kan je even negen. Ik ga even over. De orders moet ik maar eventjes elke dag naar mijn werk aan het stuk of 10 maken. Ik zie jullie heel graag weer. Hier is het bureau. Waar we volgende week vloggen. We gaan lekker slapen bij 2. En een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat een leuke reactie achter. Doei.